All right, can everybody hear me? Perfect. Before we begin, I want to ask if we have any non-Dutch speaking people in the audience, in the event, so we know that we can continue in English or maybe in Dutch. So anybody that doesn't speak Dutch? Right, I don't see anybody answering in the chat. Dus dan kan ik misschien best gewoon verder gaan in het Nederlands. Als er iemand geen Nederlands praat of kan niet goed volgen, laat het weten. En dan schakelen we over naar het Engels. Ik denk sowieso dat een aantal presentaties in het Engels gaan gebeuren. Alright, goed. Welkom iedereen op het eerste Friends of Figma Flanders event. Het is heel leuk om te zien hoe dat iedereen in het document zijn ding aan het doen is. Alright. Goed, voordat we beginnen wil ik gewoon even kort iedereen welkom heten. Heel tof dat iedereen er is. Er zijn meer dan 100 mensen die zich hebben ingeschreven voor het event. En ik zie dat er nu 54-tal aanwezig zijn, dus dat is superleuk. Nu, wat is Friends of Figma? Dat is een soort van officiële community group gestart vanuit Figma. En ik ben Sebastiaan Schilweeks en ik ben de community advocate voor Vlaanderen. De bedoeling is eigenlijk dat we één keer per kwartaal een evenement gaan organiseren. Vanavond zijn dat talks van twee heel interessante bedrijven. Maar dat kan ook soms eens een lunchsessie zijn waarin we een nieuwe feature samen gaan ontdekken. Of een open gesprek of whatever. En hopelijk in de toekomst kunnen we een keer een fysiek evenement doen, als dat ooit terug mag. Op deze slide zie je onze Twitter dat je kan volgen en de hashtag waarmee je kan tweeten. Dus ik zou zeggen, volg ons allemaal op Twitter, want op dit moment hebben we nog niet zoveel volgers. Er is ook een officiële groep via het platform. Als je daarop aanmeldt en inschrijft, dan krijg je ook altijd e-mails als er nieuwe evenementen staan te gebeuren. Dus dan ben je ook op de hoogte. En wat ik ook moet zeggen, is dat er een code of conduct is dat je moet volgen. Dus iedereen moet respectvol zijn voor elkaar. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. Alright. Ik ga kort heel even mezelf introduceren. Dus ik ben Sebastiaan Schillebeeks. Ik ben dus een community advocate van Vlaanderen voor Figma, voor Friends of Figma. Ik ben de oprichter en founder van Panda Panda. We zijn een digital product agency uit Antwerpen. En ik ben zelf ook van achtergrond een designer. En je kan mij ook altijd volgen op Twitter of Panda Panda. Alright. Nu, voor vanavond hebben we twee heel interessante bedrijven te gast. Little Miss Robot en November 5. En zij gaan allebei een talk geven over hoe ze in Figma werken binnen hun bedrijf, met hun klanten. En ja, hoe ze eigenlijk zeker tijdens deze moeilijke periode te werk zijn gegaan. En de eerste mensen zijn Maite en Pieter van Little Miss Robot. Ik had een tijdje geleden een blogpost gezien, genaamd How Figma Saved Us During the Lockdown. Dus ik vond dat super interessant dat zij er ook eens een keer hun zegje over konden doen. Dus ja, als je vragen hebt, je mag ze stellen in de chat. En na de talk gaan we een kleine Q&A doen. Dus bij deze geef ik het woord en het beeld aan Pieter en Maite. Ja. Goedenavond iedereen. Hallo, goedenavond. Yeah, I'm going to share my screen. Maybe. I have to stop sharing. okay. Yeah. Typical lockdown stuff. That's one for the bingo. Yes. All right. Goed. Ik denk dat we kunnen beginnen. Bedankt voor de introductie. Ook bedankt om ons te vragen alvast. Goedenavond, vrienden van Figma. We zijn Pieter en Maite van het bedrijf Little Miss Robot. En inderdaad, naar aanleiding van het artikel die we geschreven hebben omtrent hoe wij als agency tijdens de
ja, de bekende pandemic, omgaan met projecten en alles daar rond. Daar gaan wij vanavond dus wat meer over vertellen. Dus Figma en de Pandemic, a Design Agency's Perspective. Zoals ik zei, we zijn Maite en Pieter. We zijn alle twee user experience designers van Little Miss Robot. En we zijn eigenlijk al een tijdje actief. Als ik spreek over een tijdje, dan spreek ik over een jaar of 5 tot 6. Wat dat in onze industrie wel uiteraard al denk ik, al iets kan betekenen. En we zijn eigenlijk de laatste 5 jaar hebben al een hele grote evolutie meegemaakt. En ik denk dat veel mensen van jullie dat ook wel gezien hebben. Maar toen ik begon, was er nog sprake over Illustrator. Toen kwam Sketch en toen kwam Figma. Dus we hebben wel een heel traject doorlopen en eigenlijk wel wat gekeken naar wat is nu de beste workflow. Maite is van achtergrond Frans en zal de rest van de presentatie in het Engels doen. Vragen mogen altijd achteraf in het Nederlands, denk ik. Ja. Zoals ik zei, werken we beide voor de studio Little Miss Robot, die ligt in Gent. En je leest het daar al, wat wij doen is Designing the Digital Products of Tomorrow, wat eigenlijk gewoon vertaald wordt naar we ontwerpen, alles van apps, websites, tools, alle zaken die eigenlijk een digitaal scherm hebben. En de focus is heel belangrijk bij ons, of de focus wordt heel sterk op gebruiksvriendelijkheid gelegd. Daar zit onze main goal. Wil je meer informatie? Surf dan eventjes naar www.littlemissrobot.com. Maar dan denk ik dat we er gaan invliegen. Yes, so about exactly a year ago, so January 2020, we actually made the switch to Figma. And it actually at the beginning had literally nothing to do with any pandemic. The fact is, we were using the holy trinity of workflows, which most of you probably know. So we were doing our main designs in Sketch, then exporting to InVision for prototyping, and using Abstract to keep our files, different versions of our files. So it sounds great and it did work for a while, but it literally had nothing that holy towards the end. So was really using 3 tools that didn't really communicate with each other that well, and created a lot of latencies in our workflow. So we kind of reached the limit of it. We were working more and more on really complex projects, and the performance wasn't there for Sketch on one part. And we couldn't really collaborate, so work together in one file, that was impossible, also with external parties, so other designers, for example. And the fact that we were switching between one tool to another, it really added friction, so we had to wait for the syncing, then update, then try to find the last version of a file, which was really not ideal. And then we tried a few tools like FrameWorx or Studio, InVision Studio, and so on. And really, Figma had it all. So it was really smooth running, ran in the browser as well. We could view our files on Windows to work with clients. That's a must. And there was a file management system included. That was really powerful. Wel, toch voor de meeste bij ons was Figma de grote revelatie van, denk eind vorig jaar. Nu, dat was niet voor iedereen zo. Ik ga daar heel eerlijk voor uitkomen. Ik denk dat iedereen op de studio mij ook wel kent als de persoon die heel veel van Sketch houdt. Dus voor mij was het wel in het begin een beetje zoeken. De vraag kwam zeker toen nog, waarom is het nodig dat al mijn collega's zien waarmee ik bezig ben? Werk ik wel snel genoeg, gaan ze je komen controleren. Die zaken, die onzekerheden, hebben we vaker gehoord.
Tot op het moment dat ik eigenlijk dit ontdekte. Figma was een Mac-app, net als ook Sketch dat wel was. Maar Figma was ook heel goed bruikbaar binnen de browser. Dus je surft even snel naar Figma en daar vind je jezelf de... En omdat dit ook mijn setup is, bracht dat eigenlijk wel nieuwe mogelijkheden en nieuwe perspectieven die binnen Sketch minder mogelijk waren. Een van de dingen die ik als designer heel graag doe, dat is mijn design eigenlijk op ware grootte gaan testen binnen de browser. Niet zo moeilijk als op je veel te groot scherm op 150% kijken naar het design. Dus vroeger ging ik in Sketch mijn toen JPEG of PNG in de browser trekken om te kunnen testen. Maar dat is volledig veranderd dankzij Figma, met zij daar eigenlijk live kan gaan kijken en ook meteen live uw aanpassingen kan gaan zien. Nu, gewoon even een snelle tip dat ik wil meegeven. Wij werken op MacBooks die 1600 pixels breed zijn. We designen over het algemeen op 1440 pixels. Wat betekent het als je op het play-knopje duwt in de browser, dan gaat je schermpje ook iets te klein zijn voor uw beeld. Dus voor de fans, voor wie het relevant is, mijn MacBook staat altijd een klein beetje omhoog geschaald. Groter lettertype, zodat het maar 1440 pixels breed is, waardoor als ik het scherm wil testen, dat het ook altijd perfect binnen mijn scherm past. Dus op dat moment was ik dan ook overtuigd van Figma. En ja, past a few weeks. We got hit pretty hard with the pandemic, and what that meant for us was basically that we went from working together in one open office, just like being able to touch each other's laptop, to just sitting at home alone in front of our screens. So we started collaborating in a different way, and the era of digital collaboration was born. But with that era came expensive digital collaboration tools. And we kind of were a bit fed up to always have to go to different tools to do our work, open 10 different tools to do just one design job. So that wasn't really working for us. So it came to our mind that we could maybe try Figma and see if we can actually fully collaborate digitally, just using Figma. That was the start of the journey. And the first big step was to make sure that we could actually design as a remote team together in Figma. So as we said, we are a digital agency. So that means we have we work on a large range of projects that go from multi-brand design systems to a small mobile app or wireframing a tool or software. So we needed a place where we could have all those different types of files. And we also work with a lot of clients. So we didn't want to have a different team for each client. So how we set up our Figma file at the moment is we have one team. We have around 30 editors, and so people who have editors' rights, and we have a lot of clients. So what we did is we decided to have one project per client, approximately, and then in each project we would have separate files for different phases of that project. What it means is also we needed some structure in how we organize Figma, since it's also our, it basically replaced Dropbox for us. So we agreed on a naming convention so that it's really easy to find your any file back. You just type the name of the client and you see all the project related files. We are also taking full advantage of the fact that it's a visual file management system. So you can see we use the covers, the little thumbnails. And that's really useful because in the end, Figma is, I don't know about you, but for me, it's the first thing I open in the morning.
on my computer, and the first page I see is the recently viewed. And it's really useful when you can just quickly see which file you will be working on in the day. So you, visually, it makes it clear and nicer also to work with. Some quick tips about the covers. So what we did is just, we've done a few iterations on it. But basically, we make sure that it's visually very clear which client the file belongs to. So we use the primary color of the client, for example, the big logo. Then we indicate who's working on the file. And two items that were important to us was to show if the file had been shared. So that means it's been shared with a client. And yeah, you shouldn't just go in there and delete things, or yeah, just don't delete the file itself. And published, if it's a library, that would also mean that if everything you will do in that file will affect everyone using that file as a library. So just some small indication, it had to be also really easy to use, so people don't have to update it every time they open the file. It just stays there. And it really with keeping our Figma organized. Then for each project, we actually have different files for each phase. So a typical project would go some wireframing, then we would go to visual design, and then we would start sharing the file with clients. And we would try not to do that in the file we were working in, just because it's never very nice to have a client watching you work. So having a separate file for it means two things. Mostly, we can gather all the feedback in one place, usually via comments, so the clients doesn't have to pay for an editor seat, or doesn't even have to create an account. And it also means that we can have in that file a good overview of the progress. So we can show version one of a design, then version two next to it. And it's easy for the client to compare and for us to keep a good history of the work. So then we have our file set up in our project, which is all nice and tight. And then in the file itself, we also try to keep our pages organized. That's something that we also used to do in Sketch. Yeah, you can get really creative with how you name your pages. You can use empty pages as dividers to add some clarity, use emojis, spacing, and so on. It really helps to just also for yourself, and if other colleagues are coming to the file to help out at the later phase in the design process. So you're ready to start designing. And yeah, we also wanted to make sure that we would have a common language where we were starting a design project, so that we won't reinvent buttons and input fields every time we start on a new interface. This really helps to keep the quality of the project you're doing, and also just communicating between designers that we know we're talking a bit about the same thing. So we created this small wireframing library that we actually enabled for everyone in the company. So every time you start a new project, you have something to start with. It's not just a blank page. And you can just easily create an interface with it. It's on the community, so you can feel free to download it and duplicate it. And then that's, so you all set up, be ready, you start designing, and that's where actually the magic happens. So yeah, you can design with each other a bit like we used to do in our office. We would just go in a meeting room and start sketching together ideas and brainstorm, and just seeing other designers or other
colleagues' cursor move around in the file. That was also made it really come to life, the collaboration. At this point, it became clear that Figma was actually more than a design tool. It became a digital office. And like every good office, there are some rules. So it's just most of it is common sense, but it's good also to just sit together with your team and make sure everyone is on the same page on what to do and what not to do. So yeah, don't be weird. People can see you, follow them around. That's never a nice thing. Embrace the frame. So if you are transitioning from Sketch, I know grouping was a thing, but let it go and just use the frames. It will make your life way easier. And keep your file organized. That's also common sense, but it also really helps when you work with multiple people on one project. So yeah, Figma can definitely be used to design as a remote team. It's even more than that. It's a digital office, and with a few rules and guidelines, you can really make it a pleasant workplace. Is it happening? Yes. Yeah. I felt like I froze for a second. Goed, we hebben dus eigenlijk inderdaad gezien, Figma heeft ons heel sterk geholpen in het samen designen, iets wat als Sketch in der tijd niet deed. Dus we moeten eigenlijk nog een stapje verder gaan brengen. En we stonden eventjes stil bij ons proces, wat doen wij allemaal? En een van de zaken die heel belangrijk is in ons designproces, dat is effectief gaan co-creëren of een workshop gaan houden samen met een klant. Dus stelden we ons de vraag, kan Figma eigenlijk ook gebruikt worden om te gaan co-creëren? Zoals ik zei, een groot onderdeel van ons proces is een workshop gaan met de klant, ook intern, met de collega's. Waarbij dat we heel vaak gaan kijken naar wat is nu het juiste concept, waar zitten de problemen in de tool en het product, wat zijn de personal customer journeys. Waarschijnlijk niet onbekend voor jullie hoe een workshop eruit ziet. Maar uiteraard, dankzij corona was dat een van de eerste dingen die compleet wegviel. Omdat daar net heel veel sociaal contact nodig is en de post-its nogal heel vaak worden doorgegeven. Dus het eerste experiment dat we gedaan hebben was effectief intern gaan kijken, onder ons, tussen designers, of we digitaal workshops kunnen houden. Daarnaast zie je ook een van de experimenten effectief. En we proberen om daar post-its zoveel mogelijk te gaan visualiseren. En samen in call te gaan. En zo eigenlijk praktisch een digitale variant te gaan maken van wat een workshop zou kunnen zijn. Nu, het eerste die daar meteen opviel is in het hoofd van een service designer is dit waarschijnlijk een post-it. Ik denk in velen hoofd. Het was leuk om te zien dat in een digitale omgeving een post-it opeens iets anders wordt. Maar enkele van de artistieke gevolgen van digitaal te werken in Figma. Nu, uit dat experiment bleek eigenlijk dat interne workshops voornamelijk tussen mensen die al Figma gebruiken eigenlijk heel goed werkt. Nu, daarbij vermelden, uiteraard met een tool erbij waarin dat er kan ingebeld worden. Zonder zou het al iets lastiger worden. Maar het leuke aan Figma is, het is geen nieuwe tool, niet nog een tool dat je daarnaast moet gaan gebruiken. Het feit dat, zoals Martijn zei, dat de cursor beweegt, zorgt er ook voor dat je ergens wel een bepaalde levende connectie hebt met uw collega's. Je ziet ook meteen de real-time changes, wat dat heel handig is in een workshopomgeving. Je kunt die collega's gaan volgen. Als ze praten over een wel bepaald post-it, kun je gewoon op de naam klikken en ook zien waar het over gaat. En zoals hij daarnet zag, het is eigenlijk ook wel gewoon leuk om te doen. En het brengt wel de beste en vaak eigenlijk de slechtste artiest in ons naar boven.
Nu, de volgende fase daarin was om die digitale workshops met klanten te gaan houden. Een klant is nog iets anders uiteraard dan ons interne designteam. En daar kwamen meteen heel wat learnings uit. Het eerste heel belangrijk is, wij werken dagelijks met Figma, de klant niet. Dus daar bleek het heel moeilijk om een klant wegwijs te maken in Figma. Over hoe moet je een post-it gaan selecteren, hoe moet je gaan copy-pasten, hoe moet je daar iets gaan intypen en zo meer. Het volgende, een hele kleine, maar wel bleek wel een drempel te zijn. Er moest een account aangemaakt worden om deel te nemen. Dus het is niet gewoon op een linkje klikken en meevolgen. En als laatste is eigenlijk het grootste issue is gewoon, het kan heel snel heel kostelijk worden als je voor iedereen edit rights moet gaan voorzien. Zolang dat ze gewoon kijken, is het geen probleem. Maar als je wilt, als ze effectief meewerken, dan moet je betaalde accounts gaan voorzien. Nu, dus aan de hand van het eerste heel geslaagde interne experiment en dan effectief het ook de test met de klanten, wouden we toch nog niet meteen gaan opgeven. En dan heb ik gekeken naar een beter begeleide en een iets eenvoudiger manier om toch workshops via Figma te gaan geven. En waarom we toen zijn opgekomen, dat was om in de eerste fase, eigenlijk een linkje naar een presentatie te delen, en in de eerste fase te gaan uitleggen hoe de klanten kunnen gaan comments nalaten of hun mening kunnen geven. Dus daarom eigenlijk gekozen om het principe, het post-it-principe, volledig los te laten en eigenlijk nog puur op comments te gaan werken. Een klant kon dus door eenvoudig op C te klikken, het comment-icoontje krijgen en daar dan in het, wat hij daar ziet, aangegeven vakje zijn comment of zijn ja, simpele post-itje gaan plaatsen. Dus we zagen dat een vereenvoudigde en beter begeleide manier om digitale workshops met klanten te geven eigenlijk best wel begon te werken. Uiteraard, dat account is nog altijd nodig, anders kan je helaas uit Figma geen comments geven. Maar je ziet wel dat klanten heel snel mee zijn met het aanmaken van een nieuwe comment. En het is ook volledig gratis te gebruiken. Nu, dan zijn we er nog niet volledig. Dan hebben we uiteindelijk een heel goed framework om workshops te geven. Dan komt het volgende probleem. Die workshop moet ook voorbereid worden. En in ons geval wordt een workshop vaker voorbereid door de mensen die ook, laat me daar eerlijk zijn, iets meer kennis erover hebben, onze service designers. En wat we daar gemerkt hebben, is dat de mensen die het moeten voorbereiden, de service designers, zijn niet altijd ook mensen die Figma gebruiken bij ons. Dat zijn niet altijd de mensen die ook effectief de interface gaan uitwerken. Dus zij hebben al meteen niet die rechten zoals dat wij als designers die hebben. Dus opnieuw hetzelfde probleem. Het kan iets duurder worden als je ook al die mensen, zoals dat Maite zei, ons team van 30 plus mensen, als je die allemaal rechten moet gaan geven. Het laatste dat we ook gehoord hebben van onze service designers is dat die comments die daarin komen vaak minder gestructureerd overkomen dan een post-it. Dat is ook logisch. Je hebt iets meer overzicht als je post-its aan een muur ziet hangen. Dan kunt je nog eenvoudig gaan verslepen terwijl een comment eigenlijk in een lange lijst op tijd verschijnt. Om te concluderen en om terecht te komen aan de vraag, kan Figma gebruikt worden om te gaan co-creëren met een klant? Wij doen het in de meeste gevallen niet meer. Dus we hebben het getest op verschillende klanten. We zijn momenteel wat meer overgeschakeld naar Miro en Mural om al die workshops vorm te gaan geven. Waarom? Voornamelijk omwille van enerzijds het is eenvoudig voor iedereen om daar iets in te gaan maken. En anderzijds is het ook gewoon zonder account en zonder extra kost bruikbaar voor klanten. Nu, daar wil ik wel bij gaan vermelden dat er eigenlijk ook een tweede conclusie is. Als we willen gaan co-creëren onderling bij ons met designers, dan is ons eerste reflex altijd om naar Figma te grijpen wel. Voornamelijk omdat wij als dagelijkse Figma-gebruikers kunnen daar gewoon heel snel ons in gaan bewegen. De structuur is iets meer zoals dat we het gekend zijn, is iets dichterbij bij wat normaal in de fysieke realiteit gebeurde.
En anderzijds is het ook, geeft het ons wel wat vrijheid om onze innerlijke artiest naar boven te laten komen. En af en toe vooral zo'n lelijk mogelijke dingen op ons canvas te plaatsen. De volgende vraag, of de volgende stap in ons proces, naast uiteraard het samen gaan designen en het gaan co-creëren met een klant, dat is het ook gaan presenteren van uw designs. Dus dan kwamen we opnieuw bij diezelfde vraag, of bij hetzelfde probleem. Willen we nog altijd een andere tool gaan gebruiken als we toch Figma hebben? Dus kunnen we Figma gaan gebruiken om te presenteren aan een klant? En in het verleden maakten we heel vaak gebruik van Keynote, die eigenlijk ook wel zijn beperkingen heeft. De eerste grote beperking is, zoals denk ik de meesten wel weten, het kan enkel gebruikt worden op Mac, niet op Windows. Wat dan veelal meer een probleem is richting de klanten. Dat zij een Keynote-bestand bijvoorbeeld niet kunnen openen of editeren. Maar ook de real-time collaboratie die we dankzij Figma zo gewend zijn geworden, werkt helaas in Keynote niet of heel slecht. Daarom hebben we ook de overstap gemaakt naar Google Slides, die zowel Mac en Windows is, die voor iedereen heel toegankelijk is, ook voor een klant, die real-time collaboratie best wel toelaat. Maar dat hebben we met het volgende probleem. Google Slides is gewoon niet leuk om slides in te designen. De beperkingen daarin zijn zo groot en als designer die graag de dingen mooi maakt, is Google Slides vaak niet ons eerste gedacht. Dus daarom hebben we daar toch een paar keer geprobeerd om ook onze presentaties te gaan maken in Figma, zoals dat je hier kan zien. Nu, wat bij ons denk ik het meest van al aansprak en aanspreekt nog steeds, is dat wanneer dat je nieuwe slides maakt, en zeker wanneer je een design wilt gaan presenteren en dus ook je design in je slides wilt plaatsen, hoeft het niet meer zoals in Keynote of in Google Slides met een PNG of een JPEG te gebeuren. Je kan eigenlijk automatisch je frame in uw slide gaan plaatsen. Wat dat enerzijds als voordeel heeft, het is wat minder werk, het is wat flexibeler. Maar ook anderzijds, stel dat daar components in zitten en die worden nog upgedate, dan is automatisch ook uw presentatie volledig mee up-to-date. En hoef je niet meer achteraf toch nog al uw aanpassingen te doen. Of al uw bitmaps te gaan verplaatsen. Dus we hebben daaruit geleerd dat Figma vooral een hele goede tool ook is om presentaties te gaan maken als een designer. Voornamelijk omwille van het niet meer hoeven copy-pasten van bitmaps van afbeeldingen. Het is veel leuker om te gaan visual designen of om uw slides te gaan stijlgeven, omdat er veel minder limitaties op Figma staan dan uiteraard op Google Slides. Geloof je mij niet, probeer dan even je website te maken in Google Slides. Als een power user, als iemand die Figma constant gebruikt, ben ik ook een stuk sneller in Figma om daar iets te gaan maken dan een Keynote of Slides. En die collaboratie, zoals ik daarnet ook al zei, dat we zo gewend zijn geworden in Figma, heeft ook daar gewoon een enorme meerwaarde gemaakt. Ik denk maar aan voor het maken van deze presentatie, zoals dan de meeste al is opgevallen, is ook in Figma gebeurd. En dat helpt ons enorm vooruit. Nu, voor de mensen die daarnet ook al wat aan opgelet, zagen dat waarschijnlijk al komen. Niet iedereen bij ons is ook een visual designer of heeft rechten tot Figma. Dus ook daar is het weer een beetje dezelfde afweging. We kunnen helaas niet iedereen die rechten geven. Ook niet iedereen is even snel met Figma, dus in die optie gaan we toch nog steeds voor slides kiezen. Nu, om te concluderen, als het mogelijk is en als je enkel als designer je presentatie moet gaan maken, dan gaan wij altijd Figma gaan verkiezen boven slides. Gewoon net omwille van die extra flexibiliteit die we hebben van het plaatsen van je frames daarin. Verder, het is snel, je kunt ermee samenwerken, het is design-friendly en die images moeten niet meer geëxporteerd worden. Dan hebben we denk ik een drietal puntjes overlopen waar dat wij van denken dat Figma het goed of minder goed doet. En eigenlijk met al die dingen te doen zijn we nog een stapje verder gegaan. En zijn we eigenlijk, maar het heeft in het begin ook al gezegd, Dropbox en Drive stilletjes aan beginnen elimineren in onze workflow.
En net als op de manier dat we ook presentaties maken voor een klant, zijn we ook heel wat van onze knowledge base gaan implementeren binnen Figma. Dus vaak werd nog gebruik gemaakt van een Word document of een Google document ding. Even de naam kwijt. Maar die zaken zijn we ook meer en meer aan het verplaatsen naar Figma, zodanig dat daar ook die ene waarheid staat en dat alle designers er ook heel snel aan kunnen. Dus dankzij Figma is niet enkel concurrentie bij ons geworden voor Sketch of voor Adobe XD, maar eigenlijk ook wel voor Drive en Dropbox. Dankzij de manier waarop dat eigenlijk een hele mooie structuur heeft, dankzij de manier waarop je er altijd van aan de browser en van op uw app aan kunt, zijn wij meer en meer beginnen alles of zoveel mogelijk in Figma gaan opslaan, waardoor dat Drive en Dropbox, ja, ik denk weer een mooie grote kost verder uitbespaart. Volgende puntje, kunnen we Figma gebruiken om te bellen met collega's? Nee, dat kan nog niet, maar we weten dat Figma aan het meekijken is, dus make it happen. Yes, so to wrap it up. So the question was, can we actually use Figma to collaborate digitally? And after a year of intensive use, we can definitely do that. And we can even do more. Figma is not only a great design tool, it's also turned into our digital office. We are better at organizing our work, at interacting with colleagues and clients. And the whole point of co-creating with colleagues and everyone, it makes it easier to do that when you have real-time collaboration, of course. And who knows, maybe someday we can also build great games in Figma. That's all for ourselves. If you have questions, don't hesitate to ask in the chat. Thanks for watching. Thank you. All right, thank you very much, Maite and Peter. Anybody have some questions? If you want, I can turn on your audio and you can ask it yourself. Jeroen Dom asks, do you have any plugins you use daily? I use one for accessibility. It's called Stark. It really, you just select two layers, one colored, one background, for example, and you see immediately if it passes the test for readability online. Dat one is super useful. Ik denk mijn favoriete plugin is die van Unsplash om afbeeldingen te gaan inputten. En misschien ook daar een kleine quick tip. Als je nu preferences, de short keys, zelf nog plaatst, dan kun je eigenlijk bij mij, in mijn geval met Shift, Command U Unsplash openen. Dan moet je iedere keer via plugins gaan om het snel te krijgen. Right. Ja, dat is inderdaad wel handig dat je nu rechtstreeks met een splash of content reel of zo avatars of foto's er kunt insteken. Cool. Nog iemand vragen? I codify and organize layers en ook top plugins, zegt Lorenz. En dan hier nog een vraag van Dieter Combré. You had a work file and a separate Figma file which you shared with your clients. Do you copy paste the final frame in the shared file? Yes, copy-pasting, so that way it's also not linked to our components if we have some already. So if we make changes in the future, it won't affect that version, which will be really a snapshot. Eén toegevoegd probleem daarbij is vaak als je comments toelaat op je file waarop dat je werkt en je begint eigenlijk een artboard aan te passen, dan gaan die comments niet meer gelinkt zijn aan waarover ze hingen initieel. Dus daarom willen we dat liefst van al zo intact mogelijk houden, dat we altijd een mooi zicht hebben over waar de feedback zat. Ja, oké. En dan nog één vraag van Peter van Wijk. Do you use a prototype feature? If so, how do you handle mobile versus desktop prototype?
Yeah, so if we have both on the same project, then usually we would do different pages, as you can have different prototype link per page. So that makes it easier also to just quickly navigate from one page to another to see if your designs are look alike. And then you can share two different links to the user test or to the clients. All right, cool. Thank you very much, Peter MIT, for your talk. It was really, really interesting. Now I am going to give presenting rights to the next speakers of this night. Bye bye. just give me 1 second. Fix it. We got Vincent or Vansa and Jeroen from November 5. All right. So normally they should have presenting rights. All right, perfect. So we got Vincent and Jeroen from November 5. They're going to give a talk. It's about how they democratize design. So I'm really curious. And the virtual stage is yours. Goedenavond, iedereen. Hallo. Ik ga mijn scherm delen. Yes. Wij gaan het ook vanuit Figma presenteren. Dus Jeroen gaat zijn scherm delen en mij volgen. Voilà, kunnen jullie Figma zien op deze moment? Voilà, normaal gezien wel. Top. Hey, goed. Goedenavond. Wij zijn dus Vincent en Jeroen van November 5. Voor de mensen die November 5 nog niet kennen, wij zijn een digitale transformatiepartner. En daar zit heel veel in. Om het kort te zeggen, wij helpen bedrijven om met digitaal het verschil te maken. Maar we gaan het vanavond niet te veel over November 5 hebben. Ik wil het vooral even hebben over Figma. Ik zal mij kort ook even voorstellen. Ik ben Vincent, ik ben een van de oprichters van November 5. Ik ben van achtergrond een designer en in de brede zin van het woord. Vandaag leid ik het productstrategieteam en het designteam bij ons. En ik heb ook Jeroen meegepakt, productstrategie-designer. En Jeroen gaat jullie straks ook even meepakken. Hoe dat wij vandaag Figma gebruiken binnen productstrategie en in onze samenwerking met klanten. Bedankt ook Sebastian om ons uit te nodigen. Heel tof dat wij hier mogen komen presenteren. Ook Pieter en Maite, bedankt voor de inzichten. Het is heel leuk om te zien dat er een bepaald thema in onze twee presentaties zit vanavond en dat jullie ook dezelfde dingen zijn tegengekomen en gelijkaardige reflexen als ons maken omtrent Figma. Waar gaan wij het vanavond over hebben? Dat is over Figma en hoe dat Figma er eigenlijk voor gezorgd heeft bij ons dat design gedemocratiseerd is geworden. Een paar topics die ik wil highlighten, even kort toelichten. Waarom geven we deze presentatie? A brief history of mindset, hoe dat Figma bij ons is binnengekomen. Figma at November 5, wat dat wij vandaag allemaal met Figma doen, want we gaan veel verder met Figma, net zoals Little Miss Robot, dan enkel UI en UX en product design. En dan ga Jeroen het even overnemen om even een deep dive te doen in Figma en product strategy. Waarom deze presentatie? Wel, twee redenen. Eén, wij hopen jullie te inspireren met de dingen die wij al gedaan hebben met Figma in de afgelopen jaren. En ik hoop jullie ook mee te nemen in het verhaal van Figma en November 5 en hoe dat ervoor gezorgd heeft dat design een beetje uit een ivoren toren is gekomen en dat andere mensen, los van designers, ook met design aan de slag kunnen. En twee, ik hoop hier zelf ook iets uit te leren, want wij hebben de waarheid niet in pacht. Ik wil graag van jullie ook lezen in de chat of horen nadien. Wat doen jullie anders? Hoe zien jullie dingen anders? En hoe kunnen jullie ons inspireren? Dus dat is een beetje de twee insteken van deze presentatie. Ik kan even iets laten zien van 2016. Een screenshot uit onze Slack. 26 april 2016. Waarin dat er, ik denk, net zoals bij heel velen onder jullie die in bedrijven werken, iemand wel zal gepost hebben, hey, hebben jullie Figma al eens gezien? Hè? Het is een sketch in de browser en je kunt erin samenwerken. Op dat moment revolutionair, baanbrekend, nog steeds als je het mij vraagt.
Maar ik denk niet dat we er als designers allemaal klaar voor waren. En de reactie die ik het meeste kreeg hier intern, zal misschien velen onder jullie ook bekend voorkomen. Waarom zou ik in godsnaam willen dat er iemand anders in mijn designfile zit? Ik heb net alles, een hele setup gecreëerd, dat developers in Zeppelin kunnen gaan kijken, dat klanten op InVision kunnen gaan kijken. Iedereen blijft uit mijn designfiles, want die zijn heilig voor mij. En dat was in het begin zo, maar door daarover na te denken en door dat stilletjes aan te laten binnencijpelen en vooral door te gaan experimenteren, en ik denk dat de meeste bedrijven dat ook zo aanpakken en iedereen onder jullie ook zo, dingen gaan testen. We zijn Figma eens gaan gebruiken voor een klein projectje en dan is een groter projectje. En voordat ik het wist, was er eigenlijk iets fantastisch aan het gebeuren. En Figma heeft zo'n beetje zijn weg gevonden binnen ons bedrijf. En met zijn weg gevonden bedoel ik zijn weg gevonden. Wij deden niet alleen product design met Figma. Nee, wij hebben ook productstrategie beginnen doen in Figma. Wij zijn marketing beginnen doen in Figma. Wij hebben onze mensen aangestuurd. Ons people-team heeft interne communicatie gedaan via Figma. Ons leadership heeft bedrijfspresentaties gegeven vanuit Figma. Enzovoort, enzovoort. Ik denk dat we het einde nog niet gezien hebben wat dat Figma voor ons als November 5 kan betekenen. Vooral het democratiseren van design en het feit dat een designer niet meer alleen op zijn eiland zit en aan designen is. Nee, design is open voor iedereen. En ik hoop dat, en ik merk dat al bij heel veel van onze mensen, dat tegen het einde van 2021, dat elke medewerker bij November 5 zegt, alsjeblieft, maak meedoen aan ons designproces. En niet meer een individueel designproces, maar vooral iets dat je samen doet. Maar wat doen we dan allemaal met Figma? Wel, ik ga jullie even een beetje meenemen in een kort verhaal. Dus, zoals de meesten onder jullie weten, en zoals het redelijk obvious is, binnen product design, ja, wij hebben beter leren samenwerken. Wij hebben allemaal samen in Figma leren werken. Niet alleen designers, een product owner, architecten, developers, en zelfs onze klanten zitten mee in onze Figma-files. Figma heeft er op een bepaalde manier voor gezorgd dat onze wireframes en onze interface designs ook gecentraliseerd kwamen. En nu, dat is niet dat ervoor niet kon, want wij hadden evengoed onze wireframes in Sketch kunnen maken, maar ervoor werkten wij apart. En nu hadden wij ineens de mogelijkheid om samen te werken. En zagen we ook de meerwaarde, ze hebben de meerwaarde beginnen zien van ook dingen samen te doen. En vandaag de dag is Figma zo hard geëmbed in de organisatie dat wij zelfs, zoals je in het foto hieronder kunt zien, onze retrospectives in Figma doen. Zodat alles gecentraliseerd zit rond die ene file waar dat iedereen alles in kan vinden. Dat is wat we bij product design doen. Dus ik kan daar verder niet in de diepte op ingaan, want dat is redelijk obvious, want Figma is daarvoor gemaakt natuurlijk, om dat te doen. Maar Jeroen en ikzelf, ook alle twee designers van achtergrond, ik ben Jeroen product designer, ja, binnen productstrategie hebben we ook Figma beginnen omarmen. En wij zien er eigenlijk als ons Zwitser zakmes. Wij doen daar alles in. Er is geen moment dat wij niet in Figma aan het werken zijn. Wij hebben eigenlijk alle andere tools waarmee dat we werkten, keynotes, docs, sheets, alles waar we data in verzamelen, hebben we eigenlijk een beetje overboord gekapt, omdat Figma ons in staat stelde om alles te doen wat wij wouden doen. Wij wouden ons vooral heel visueel brengen. Wij wouden visuals kunnen gebruiken tussen tekst. Wij wouden visuele communicatie gebruiken en elementen om dingen te highlighten. Wij hadden hiërarchie nodig. Wij hadden elementen nodig om dingen te kunnen uitleggen. En hier zitten een paar voorbeeldjes van dingen die wij vandaag doen met Figma. Wij maken posters van onze purpose statement in productstrategie. We vertalen wat gaan we met dit project doen, wat hebben wij geleerd van onze klant en waar moet dat product naartoe gaan, maar wij brengen dat heel visueel. En wij delen dat ook zo met onze klanten. Dat zijn ook echt onze deliverables aan onze klanten toe. En wij merken ook dat die deliverables dat die gebruikt worden, omdat dat geen statische presentaties zijn. Dikwijls komen daar frameworks bij en kunnen de klanten daar zelf mee aan de slag. We zijn vorig jaar zelfs zover geweest dat we omwille van de pandemie een bootcamp en een training hebben moeten geven aan service designers en we hebben dat volledig via Figma kunnen faciliteren. Dat was heel fijn. Eigenlijk heel gelijkaardig aan de dingen die Little Miss Robot ook daarnet verteld heeft. Nu, wat is het leuke aan het feit dat die twee teams, het zijn aparte momenten in de ontwikkeling van een product, alle twee in Figma zitten, dat is natuurlijk dat Figma ook als een soort content bridge gaat werken. Het feit dat het strategieteam allerlei strategische bevindingen samenvat in Figma
en een beetje doorspeelt naar het volgende team die de interface gaat bouwen, ja, dat zorgt er ook voor dat mensen gemakkelijker in aanraking komen met de content die ze nodig hebben. En dat die content niet verspreid zit op een Confluence of in presentaties en in handover slots, maar eerder echt in de tool en het project waarin dat ze aan het werken zijn. Nu, daar stopt het niet. Marketing. Op een of andere manier heeft Figma ook zijn weg gevonden naar marketing. Dat is niet op een of andere manier, dat is omdat we dat ook een beetje geprobeerd hebben natuurlijk. Wat dat je hier ziet, onze Instagram-pagina, elke post dat daarop gebeurt, is door Figma gegaan. Is door een template in Figma gegaan, is gedesigned in Figma. Maakt niet uit, alles komt uit Figma. En het leuke is ook daar, iedereen is welkom om te designen. Er zijn mensen die tot vorig jaar niet gedesigned hadden, die vandaag designen met templates, die daarmee aan de slag kunnen en die eigenlijk ervoor zorgen dat de designer in dit geval, die wel het visueel onder de knie heeft, eigenlijk eerder gaat reviewen en niet altijd zelf gaat designen. Wat we bijvoorbeeld ook met Figma gedaan hebben, want dat kan dus ook een sticker gemaakt. En die sticker komt ook gewoon uit Figma. En die sticker is vanuit Figma geëxporteerd in PDF en gedrukt geweest en verspreid. Degene die hem nog zou willen, ik heb er straks gepost, maar hij is volledig sold out. Er waren 200 versies van gemaakt en die waren in no time de deur uit voor alle Figma-liefhebbers. Een voorbeeldje dat ik nog heb meegebracht is bijvoorbeeld, als we een case op onze website willen zetten, dat staat allemaal gecentraliseerd in een soort campagne-file in Figma, waarin dat wij alle assets van de website zelf, maar ook de assets die wij intern nodig hebben om te laten weten als mensen er staan een case live of we hebben iets opgeleverd. Het zijn de schermen voor op de tv-schermen, op de beamers. We hebben hier posters die we kunnen uitsnijden. Die zijn eigenlijk allemaal aan elkaar gelinkt, zodat we in één keer een tekstje aanpassen dat dat overal doorkomt en dat wij heel gemakkelijk en snel en efficiënt kunnen werken. Al onze social posts die eraan gekoppeld zijn, alles zit samen en je krijgt eigenlijk een mooi overzicht in ene view, waar we samenwerken van oké, wat gaat die campagne doen? Maar ook krijg je een beetje de indruk van hoe gaat een potentiële bezoeker of iemand die op een post op LinkedIn ziet, hoe gaat hij dat eigenlijk ervaren en wat voor visuals gaat hij eigenlijk allemaal meekrijgen? En klopt het verhaal dat we vertellen? Als we op de social deze visual laten zien en deze quote, klopt het verhaal en andere visuals in de client case nog? Dat is wat we met marketing doen. We hebben ook een team dat zorgt voor interne communicatie. Dit is heel nauw verwant aan marketing, maar dit is bij ons een apart team. Die zijn er ook heel hands-on mee aan de slag gegaan. Vandaag werkt dat eigenlijk helemaal zonder designer. Waarom? Omdat wij heel veel templates gemaakt hebben. Templates waarmee dat iedereen aan de slag kan. En ook hier is de designer bij voor finishing touches. Ik heb hier een paar voorbeeldjes mee ingestoken. Dit is bijvoorbeeld het menuke wat we voorzien hebben voor al onze medewerkers met kerstmis. Dat hebben we opgestuurd. Dit is integraal gedesigned door iemand die vorig jaar nog nooit gedesigned had. En ik heb dit gezien en ik heb zoiets van, oké, dat is proper gedaan. Dat is mooi werk. Dat is gedesigned. Maar even, wat komt daar nog uit? Ja, interne communicatie. Er is een tijd geweest dat we allemaal terug op een bureau mochten zijn. We moesten dan wel wat regeltjes volgen. En we hebben die dan ook een beetje proberen te verspreiden doorheen ons bedrijf. Iets anders leuks dat ik zelf ook had ontdekt, is dat mensen aan de slag zijn gegaan intern om Figma gewoon te gebruiken voor hun eigen productivity grid, omdat het toch net iets toereikender was dan het in een Excel-sheet steken. En dan als laatste, qua interne communicatie, we hebben vandaag voor nieuwe medewerkers, en het is eens zo belangrijk binnen COVID en de remote working, boarding passes. En dat is eigenlijk een template dat we voorzien hebben, die de verschillende teamleads en directors kunnen gebruiken om mensen te onboarden. En eigenlijk is die onboarding pass een soort almanak voor nieuwe mensen, waarin daar eigenlijk staat, wat zijn je verantwoordelijkheden, met wie gaat in het team zitten, wat gaat het doen, wat zijn de key tools die we hier gebruiken in het algemeen, maar ook binnen uw expertise. En wat zijn eigenlijk de 6 accomplishments die wij van u verwachten na 6 weken. En die worden altijd zo opgemaakt en iedereen krijgt zijn eigen individuele boarding pass als een beetje de almanak voor de eerste 6 weken. En als laatste, en hier ben ik zelf nog het meeste fan van, is dat we erin geslaagd zijn om ook onze company updates veel visueler te brengen. En ook samen te gaan bouwen aan een narratief om onze mensen mee te pakken in waar willen we als bedrijf naartoe? Wat is onze strategie voor 2021? Wat gaan we doen? En ook hier zijn we afgestapt van keynotes, omdat je ziet het zelf aan de posters, of ik hoop dat je het ziet, je voelt dat hier een verhaal in zit. En een verhaal dat je visueel kunt opbouwen, waar je ankerpunten in kunt steken. Ankerpunten die je een beetje kwijtspeelt als je een keynote presenteert. Want wie weet er nog wat dat er 10 slides geleden gezegd is? Ja, waarschijnlijk niemand niet meer.
Maar als je dat in een soort posterformaat en heel visueel met de juiste visual cues brengt, kun je er beter voor zorgen dat je binnencijpelt en dat je heel gemakkelijk bepaalde heuristiek en bepaalde cues introduceert die nadien ook gemakkelijk terug te vinden zijn als we die posters delen met onze mensen. Vorig jaar konden we dat nog doen in real life met een offsite, allemaal samen met de teams en geprinte posters. Dit jaar hebben we het helaas moeten doen op het kleine scherm waar we nu allemaal naar aan het staren zijn. En dat is een beetje de glimpse van wat wij allemaal met Figma doen. Dus dat gaat wel een pak verder dan enkel product design, ook omdat Figma dat toelaat. En Figma is een beetje die katalysator geweest in het gegeven van design democratiseren en openstellen. En heeft er ook toe bijgedragen dat designers aan zich zijn beginnen openbloeien als eerder facilitators van design en aanreikers van design dan enkel de dictators van design. En dat vond ik super interessant. Maar dan ga ik nu het woord geven aan Jeroen en die gaat even wat dieper ingaan op Figma en productstrategie. Inderdaad, Figma en productstrategie, hoe gebruiken we dat binnen ons team? Belangrijk om te weten is dat productstrategie is een team waar origineel eigenlijk niet designers in zitten. Wij zijn voornamelijk service designers die het eerste stuk van het proces, de strategie, zijnde van klantenonderzoek tot het bouwen van waardeproposities, gaan maken. Dus wij zijn geen originele designers. Wat maakt dat de use cases die ik jullie ga vertellen vandaag ook best ontraditioneel zijn? Dus wat bedoel ik daarmee? Waarvoor gebruiken wij eigenlijk Figma? Waarvoor het eigenlijk origineel niet gemaakt is. Omdat wij vinden dat Figma meer is als een tool voor enkel designers. En hoe gebruiken wij die dan? En eigenlijk soortgelijk als Little Miss Robots zijn er een aantal use cases dat ik vandaag wil vertellen en ook wil laten zien hoe dat het dan bij ons in het team effectief wordt gedaan. Dus als eerste, hosting workshops. Wij hebben ook die uitdaging aangegaan om in tijden van COVID workshops te doen online, waarvoor we Figma hebben gebruikt om dat te gaan faciliteren. Een van onze eigenschappen, of een van onze brand values, is resourcefulness. En ik denk dat we wel op zoek gaan zijn naar wat we willen doen, dat gaan vertalen naar een online omgeving met de tools die we voorhanden hebben. En dat was in dit geval Figma. Een tweede use case dat ik graag zou willen toelichten is dat wij presenteren onze content aan de hand van posters. Wat we eigenlijk nu ook aan het doen zijn, wat Vincent ook al juist getoond heeft. Maar ook in de strategie passen wij dat toe en eventjes laten zien van hoe werkt dat juist? Hoe gaan we nu aan klanten presenteren in posters? Hoe ziet dat eruit? Dat is eigenlijk het tweede use case dat ik jullie graag wil laten zien. En de laatste use case is hoe dat wij Figma-componenten, dus de functionaliteit-componenten, gebruiken om die posters te ontwerpen. Zodat design toegankelijk wordt, maar ook efficiënter wordt, ook voor de mensen die eigenlijk een designachtergrond hebben binnen het team. Dat wil ik ook live laten zien hoe dat in elkaar zit, zodat jullie hopelijk geïnspireerd geraken om dat ook eens te testen in jullie eigen omgeving. Laten we beginnen bij het begin, hosting workshops. Die dat een beetje verteld door Little Miss Robot. Ik denk wel dat we elkaar goed daarop aanvullen, dus dat is heel fijn. Workshops binnen November 5, binnen het productstrategisch team, bevatten eigenlijk drie kernelementen. We moeten content presenteren. We willen iets tonen, inzichten presenteren, inspireren. We willen ideaten. We willen nadenken, individueel of in groep. We willen brainstormen. En als laatste willen we ook inzichten kunnen delen met elkaar. We willen ideeën kunnen uitwisselen. We willen gedachten kunnen uitwisselen in een discussie, zodat we eigenlijk tot een bepaalde consensus kunnen komen. En hoe gebruiken wij nu Figma vandaag om die drie zaken te kunnen uitvoeren? En dat wil ik jullie laten zien. Hier aan de linkerkant in de pagina-overview heb ik eigenlijk een aantal pagina's gemaakt die standaard in een workshop-file van Figma te vinden zijn. Dus voor elke workshop maken we een aparte file aan en die bevat verschillende pagina's. Als eerste hebben we een presentation-pagina. Dus dat betekent, hier staat alle content in. Hier doen we de introductie. Je ziet hier duidelijk ook die posters staan. Later daarover meer, maar hier vind je dus alle content terug die we willen vertellen in onze ideation of in onze co-creatie workshop. Maar waar het interessant wordt, waar we geprobeerd hebben om functionaliteit van Figma te gebruiken voor specifiek ideations te doen, zie je hier die andere pagina's, group 1, group 2 en group 3. Eigenlijk betekent dat elk duo of elk individu die een bepaalde oefening gaat doen in de workshop, individueel of in een klein groepje dus, heeft zijn eigen pagina, zijn eigen omgeving om te werken.
Dus die kan eigenlijk ongestoord te werk gaan als die in breakout rooms zitten in Zoom of die individueel eventjes willen reflecteren op een bepaalde vraag. Dus die kunnen daar hier aan de slag gaan zonder dat die gestoord worden. In elk van die individuele pagina's staat al het materiaal dat ze nodig hebben om een oefening te kunnen uitvoeren. En zoals wij in fysieke workshops ook graag met post-its werken, werken wij ook graag met soms iets complexere of iets meer gecustomized zaken. Laat ons zeggen, wat templates, wat canvassen, wat dingen die verder gaan als enkel post-its. En die hebben we ook gemakkelijk kunnen namaken in een Figma-omgeving. En ik kan daar een aantal voorbeelden van laten zien. Bijvoorbeeld, stel, we hebben een oefening waarbij we vragen om verschillende items te ranken volgens impact. Volgens de volgorde dat ze het meest impactvol vinden. Dus we voorzien voor hen deze template waarbij ze eenvoudig die zaken kunnen lezen, maar ook gewoon die dingen kunnen verslepen volgens op de plek dat ze denken, ah, dat is de volgorde, hoe raak ik het zien? Dus we maken eigenlijk iets dat in een fysieke omgeving best gemakkelijk gaat door gewoon papiertjes te verhangen, kunnen we hetzelfde gaan vertalen in een online omgeving, zonder dat die mensen daar heel veel digital savviness of Figma savviness voor nodig hebben om dat te kunnen doen. Dat is één voorbeeld van oefeningen dat we hen kunnen laten doen in een Figma-omgeving door zo'n template te maken. Maar stel nu, we willen ook de mensen effectief iets laten, zelf laten tekenen of laten maken. Bijvoorbeeld een mindmap of een wordcloud van belangrijke karakteristieken die een oplossing zou moeten hebben. Maar dan voorzien we ook een soort van template waarbij ze heel eenvoudig zaken kunnen slepen en kunnen zeggen, oké, met een wordcloud bevat deze woorden. En ze kunnen eenvoudig die woorden zelf gaan intypen. Ik kan niet ontkennen dat dat geen leercurve is voor die mensen. Ik zeg niet dat dit allemaal vanuit een leien dakje verloopt. Maar als wij workshops hebben met dezelfde klanten voor meerdere keren, verloopt dat telkens beter. En in de eerste keer is dat een beetje zoeken, maar uiteindelijk lukt het bij de mensen toch wel om gewoon dingen te verslepen en tekst aan te passen. We geven daar ook telkens zo wat voorbeelden bij, hoe dat ze het kunnen aanpakken. Dus hier hebben ze eigenlijk alles wat ze nodig hebben om die oefening te kunnen uitvoeren. Ik kan nog een laatste voorbeeld laten zien. Ze moeten bijvoorbeeld value promises gaan neerschrijven. We voorzien het visuele kader om effectief die zinnetjes te schrijven. In plaats van dat op post-its gebeurt, hebben ze hier meteen al zo meer een visueel gegeven dat hen in staat stelt om daar goed over na te denken. Dus wij voorzien van die fill-in templates die ze eenvoudig kunnen gebruiken en kunnen toepassen om hun oefeningen te gaan maken in hun individuele pagina in Figma. Dus niemand komt hen storen. Wat wel belangrijk is, dat het derde deel van onze workshop is natuurlijk discussie. We kunnen niet alleen blijven werken op uw eigen eiland, we moeten ideeën gaan uitwisselen, we moeten feedback geven aan elkaar. En daarom hebben we een pagina gemaakt dat de museum noemt. En wat houdt dat eigenlijk in? We zouden het kunnen zien als een grote muur in een workshopruimte die we gedigitaliseerd hebben. Dus mensen kunnen hun output ophangen aan de muur of in het museum, waarbij andere mensen eenvoudig door een output kunnen lopen van de rest. Dus oefening 1 was het prioritiseren. Ik kan zien wat de andere mensen hebben geschreven en vergelijken. Alles staat hier mooi naast elkaar. Net zoals die oefening van die mindmap bijvoorbeeld, staan die voorbeelden naast elkaar, waardoor dat je er in stilte zelf kunt doorlopen en zonder dat er een woord moet gezegd worden, dat je kunt begrijpen wat de andere mensen hebben geschreven. Dat er daarna ook discussie kan komen waarbij iedereen hetzelfde beeld ziet. En het gaat niet van, is die post-it wel leesbaar of niet? Hoe bedoel je dit? Iedereen heeft hetzelfde gedaan en kan van elkaar zien hoe dat ze dat hebben ingevuld. Dus een museum is eigenlijk ook een heel belangrijke tool dat wij regelmatig gebruiken in onze workshops om die discussie te kunnen gaan voeren. Om dat eventjes samen te vatten, waarom en hoe wij Figma gebruiken om onze workshops te gaan hosten, zijn drie puntjes. Eerste, kunnen wij die complexe fysieke elementen gaan recreëren in een digitale omgeving. Dus die canvassen, die templates, die museum wall, zaken die eigenlijk best complex zouden kunnen zijn, meer dan enkel post-its, kunnen wij in Figma ook voorbereiden, zodat de mensen dat kunnen gebruiken. Het tweede interessant punt is dat individuele groepjes, of gewoon individuen, hebben hun eigen pagina om te kunnen aggregaten en om hun oefeningen te kunnen vervolledigen in hun breakout rooms, zonder gestoord te worden door anderen. En als laatste hebben we die museumpagina, waar we toch allemaal samen naartoe kunnen gaan om ideeën, gedachten of meningen te kunnen uitdelen, waarbij we kunnen discussiëren erover, maar ook gewoon eenvoudig er individueel kunnen doorgaan zonder dat er een woord gezegd wordt.
Dus op die manier gebruiken wij workshops voor binnen November 5 of binnen het strategisch team alleszins aan de hand van Figma. Laat ons naar de tweede use case gaan. Het presenteren van content in posters in plaats van keynote slides. Ik denk dat Little Miss Robot ook juist zei, keynote heeft zijn voordelen, maar heeft ook heel veel nadelen. Wij gaan nog een stapje verder en we werken niet meer enkel in slides, maar we gaan ook naar een posterformat gaan. En hoe gaat dat in zijn werk of waarom gebruiken we dat? Laat ik jullie eventjes zien. Dus ik heb er juist verteld, in een workshop moeten wij content presenteren. Dat kan gaan over gebruikersinzichten, dat kan een storyline zijn, hoe we bepaalde beslissingen hebben gemaakt, of dat kan gewoon een introductie zijn van een workshop. Wel, al die zaken vatten wij samen in posters in de presentatiepagina in de file. En je kunt zien, posters kunnen elk formaat hebben. Die kunnen heel lang zijn, die kunnen kort zijn, die kunnen heel breed zijn. Dat maakt niet uit, want we zijn niet gelimiteerd door de afmetingen van de slide. In Keynote. Dus je hebt zelf die vrijheid. En die vrijheid die geeft wel wat opportuniteiten met zich mee. Laat me hier een voorbeeld uitkiezen. Bijvoorbeeld, we hebben hier influencing factors or decision drivers om een beslissing te nemen. Er zijn er 10. Het zijn 10 individuele items. Als je dat op slides zou willen zetten, zou dat nooit op één slide passen. Heb je verschillende slides die naar elkaar komen, waardoor je misschien al vergeten bent wat het eerste is als je bij het laatste bent. Dus wat die posters mogelijk maken, is eenvoudig het overzicht te kunnen tonen, maar ook in te zoomen naar de individuele items waar nodig, maar misschien ook even terugkoppelen van, ah, weet je nog, deze, dan kun je terug het overzicht tonen. Dus je kunt gemakkelijk op een hoog niveau of een heel gedetailleerd niveau je content gaan bespreken. Wat ook interessant is, is dat soms, als je op het einde bent van een presentatie of het midden van een presentatie, dat je iets vertelt dat relateert met iets dat je ervoor hebt verteld. Stel, ik ben hier bij het puntje Affinity en dat heeft te maken met iets dat ik in mijn vorige poster heb verteld. Hier bijvoorbeeld More Digital Interactions. Het is heel gemakkelijk om te navigeren van de ene content naar de andere content zonder dat je door 10 slides moet klikken en de juiste slide moet terugvinden. Dus het is heel interessant of heel gemakkelijk om je presentatie op een veel vloeiendere manier te geven. Niet zo statisch door gewoon boodschap per boodschap af te gaan, maar om heen en weer te springen waar het interessant is om je boodschap te versterken. Als laatste interessante benefit om te gebruik te maken van posters is dat je geïncentiveerd wordt of gestimuleerd wordt alleszins om meer storybuilding te gaan doen. Omdat je een poster maakt en die poster vertelt een verhaal van kernboodschappen. En een poster dwingt u misschien meer om de boodschappen aan elkaar te koppelen. En om het verband of de lijn, de rode draad erdoor te kunnen vertellen. Meer dan slides, geloven wij. Dus bijvoorbeeld hier een concreet voorbeeld is een soort van een decision funnel, waarbij we bovenaan zeggen, we hebben verschillende domeinen. Uit die domeinen kiezen wij het domein health, dat dan verschillende aspecten heeft. Binnen die aspecten kiezen wij voor healthy habits en daarin is een audience maturity van dit. Voor die twee profielen hebben die needs en barriers gedefinieerd. Dus je kunt op een hele vloeiende manier de relatie tonen tussen wat je allemaal wilt vertellen. Het is niet slide 1, slide 2, slide 3, maar hier is het gewoon één vloeiend verhaal dat ook nadat je gepresenteerd hebt, als je het deelt met de klant, eenvoudig kunt teruginterpreteren zonder te veel moeite. De key takeaways, waarom of hoe dat wij vandaag posters gebruiken in plaats van keynotes om onze output te presenteren, zijn de volgende. Als eerste gaan die posters de belangrijkste boodschappen gaan connecteren in een vloeiend verhaal. Dus elk poster is een verhaal dat je kunt vertellen of dat gelezen kan worden door iedereen. Meer als de meeste PowerPoint of keynote slides volgens ons. Het tweede punt is dat je gemakkelijk kunt navigeren doorheen je presentatiecontent. Je bent niet gelimiteerd tot de slide nummer 13, maar je kunt van het een naar het andere gaan. Je kunt inzoomen, je kunt outzoomen. Zaken die wel belangrijk zijn als je een boodschap aan het brengen bent. Het laatste is dat je ook veel vrijheid hebt in design. Ik denk dat we allemaal weten dat Keynote heeft een paar basic functionaliteiten om bepaalde vormen te maken, maar in Figma heb je veel meer vrijheid, omdat dat echt een design tool is, zoals jullie weten. Je bent niet afhankelijk van je slide format. Je kunt meer geavanceerde design functionaliteiten gebruiken, wat maakt dat je meer visuele ruimte creëert voor de mensen die dat ook willen nemen.
En binnen het team doen sommige mensen dat liever dan anderen, maar je zet dat volledig vrij en je hebt de keuze om dat te doen. Dat was de tweede use case, hoe wij posters gebruiken in plaats van keynotes binnen het strategisch team. De laatste use case is eraan gerelateerd. Dat is hoe wij componenten gebruiken in Figma om die posters die ik juist getoond heb, om die te gaan designen. En dat op een manier dat zelfs de niet-designers dat ook kunnen doen. We willen het toegankelijk maken en misschien ook wel wat efficiëntie inwinnen door bepaalde zaken die veel voorkomen, een component van te maken. Ik ga dat in real-time laten zien hoe dat werkt bij ons. Dus iedereen kent de functionaliteit componenten, dat moet ik jullie niet uitleggen. Maar wij hebben een library genaamd Poster Components. En die wordt beheerd door de mensen in het team die iets meer designachtergrond hebben als de anderen. En die maken eigenlijk mogelijk om hier geformatte en ja, volgens bepaalde design guidelines geapproved elementen gewoon te slepen in uw artboard, waardoor dat je gemakkelijk een poster kunt designen en je kunt focussen op de content. Dus bijvoorbeeld, ja, we hebben een poster. Een poster heeft een headerpagina natuurlijk. Dan heb je ook nog je chapter dat je wilt vertellen in je posters. Ik heb ook wat tekst te vertellen met een foto. Kan erbij. Ik wil 3 blokjes naast elkaar. Zo, die staan er ook bij. Misschien wil ik nog wel een quote erbij zetten. Sleep dat erin. Misschien iets meer advanced. Een schaal. Om een verschil aan of extreme aan te tonen. En ik zou graag eindigen met key takeaways. Voilà, eigenlijk in een aantal seconden kan een niet-designer een poster opbouwen die de functie vervult om zijn boodschap te brengen, om de content hier gewoon in aan te vullen. Dus die kan hier zeggen, en die kan zo weer verder gaan, zonder dat je moet nadenken wat de spacing is van die blokjes, wat de kleur moet zijn van die blokjes, enzovoort. Op een heel eenvoudige manier hebben wij design gedemocratiseerd en ook toegankelijk gemaakt voor niet-designers om toch visuele posters te maken. En dat gaat zelfs een stap verder, dat we proberen om zoveel mogelijk variaties te brengen. Stel, dat blokje moet zwart zijn, dan kunnen we dat blokje zwart maken. Of stel, ik wil toch geen titel met tekst, maar ik heb een data iets te vertellen, dan verandert dat automatisch naar iets data gerelateerd. Dus we proberen echt de meest recurrente zaken te gaan formatten, zodat je dat gemakkelijk kunt gebruiken en dat je daar niet meer mee moet bezig zijn terwijl je content aan het maken bent. Voilà, dat brengt mij bij de laatste key takeaways, zijnde hoe wij dus componenten gebruiken om design accessible te maken in een team waarbij niet iedereen een design background heeft. Als eerste, die terugkomende posterelementen die worden geformat door iemand die meer designkennis heeft volgens bepaalde guidelines, waardoor we meer uniformiteit hebben in de dingen die we aanbieden naar onze klanten. De posters die wij maken voor verschillende klanten gaan normaal gezien soortgelijke elementen hebben. Wij stimuleren creativiteit, we mogen andere dingen maken, maar je hebt een basis om op terug te vallen. Een tweede element is dat alles is verzameld in een geïntegreerde library, waardoor we de last, laat ons zeggen, de designlast, een beetje wegdoen bij de content creator. Wat maakt dat je meer efficiëntie kunt hebben. We kunnen sneller posters maken, doordat we niet meer van die recurrente dingen moeten bezig zijn. En als laatste, die componenten die kunnen van heel basische vormen van 3 blokjes of tekstboxen naar meer complexere templates, zoals een segmentatiekwadrant of andere visuals. En dat is allemaal binnen bereik voor iedereen. Dus dat betekent dat we meer accessible zijn voor de niet-designers. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste use cases dat ik jullie wel wil toelichten. Hoe dat wij binnen November 5 workshops hosten met Figma, hoe wij posters gebruiken om onze content te presenteren. En als laatste, hoe wij componenten dan gebruiken binnen die posters om design toegankelijk te maken. Ik hoop dat jullie hier inspiratie uit hebben gehaald. En ik ben heel benieuwd naar hoe dat jullie het anders zouden doen of dat jullie daar aanvulling op hebben. Dan horen wij dat heel graag. Als er ook nog vragen zouden zijn, stel ze gerust in de chat. Ja. Voilà, dat was hetgeen dat wij vandaag voor jullie bij hadden. Ik hoop dat inderdaad, zoals Jeroen zei, heel inspirerend was om eens te kijken hoe dat wij met Figma omgaan binnen ons bedrijf.
En hoe dat we ja, design zijn aan het proberen om te democratiseren binnen de verschillende teams. En dit was nu het voorbeeld van productstrategie. Ik heb er ook nog eens bij gezet dat we altijd op zoek zijn naar collega's. We zijn vandaag niet op zoek naar designers, want design is gedemocratiseerd. Dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Maar als jullie mensen kennen bij wie dat dingen als dit zouden resoneren, jullie mogen ze altijd doorsturen naar ons. En dan danken wij jullie voor jullie aandacht. Alright, heel erg bedankt. Dat was super interessant. Ik had gezien dat er ook wel een developer aanwezig was vandaag, dus misschien dat die kan kijken naar een van de vacatures. Ja, als niemand nog vragen heeft, dan denk ik dat het goed is om, om hier stilletjes aan af te ronden. We hebben waarschijnlijk al heel lang naar ons scherm gekeken vandaag. Dus kunnen we nu even nog iets anders doen. November 5, Vincent, Jeroen, heel hard bedankt. Little Miss Robot, Maite, Pieter ook super hard bedankt om tijd vrij te maken en ja, interessante presentaties te geven. Ik zou zeggen, volg ons zeker op Twitter en de groep via Bevy. En als we in de toekomst nog evenementen doen, dan ja, worden jullie ervan op de hoogte gebracht. Deze sessie is ook opgenomen, dus ik ga die nog ergens online posten binnenkort. Dan kan je ook nog delen met vrienden en collega's. Dus ja, iedereen heel hard bedankt. En zie ik hier nog een vraag binnenkomen. Ah ja, oké, hier toch nog één vraagje. Frederik de Smet, I realize this zooming in and out in the Figma file to present is working in an online presentation, but how would you do this in an offline presentation? Bedoel je met offline in een fysieke omgeving? Of ja, waarschijnlijk wel. Ah, ja. Ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Wij hebben tot hiertoe nog Figma nog niet gebruikt voor workshops in een offline setting. Toch niet dat ik me kan herinneren. Het is al lang geleden dat we aan het bureau zijn geweest. Hè? Nee, wat we altijd wel deden hè, daarvoor, hè, waar we posters maakten, is we printen die posters dan af en dan wandelden tussen de posters. Dus ja. Het in- en uitzoomen is dan een kwestie van dichtbij en verder gaan staan. Ja. Inderdaad, ja. We waren goede tijden dat dat nog ging. Geert-Jan vraagt ook nog, is de groei van de componenten gaanderweg gekomen of zijn er x aantal sprints tijd ingekropen? Het enthousiasme van Vincent en Jeroen is heel aantrekkelijk. die componenten zijn eigenlijk gegroeid na gewoon een ingeving van, we hebben dat misschien eens nodig, gaan er eens aan beginnen. Dat is al een eerste versie. We zijn nog verder aan het uitbreiden, maar dat kost natuurlijk ook veel tijd. We proberen dat te updaten, maar voorlopig is dat iets dat organisch aan het groeien is, hoe meer, hoe liever, maar nog niet compleet. Alright, supercool. Ik zie voor de rest geen vragen meer binnenkomen. Ja, Lorenz vraagt wanneer is de volgende editie? Geen idee. In de toekomst. We zullen wel zien. Oké, goed. Heel erg bedankt iedereen en tot de volgende keer. Bedankt. Bye-bye.